Ik ga niet naar een club die zeg maar geen tweede of een jeugd heeft, geen ambitie heeft om daar maar even lekker een jaartje vol te maken. Nee, wij moeten ergens om spelen, want dat geeft ons juist voldoening. Vanavond zitten we met Arno Lepping aan tafel. Ook een man die ik door de jaren heen al heel vaak heb geïnterviewd. 7 seizoenen FC Eibergen. Wel in 2 delen geknipt. Wel bezig aan het laatste seizoen. Dus gaat FC Eibergen weer verlaten. Arno, goedenavond trouwens. Goedenavond. Want ja, je hebt al eerder een periode van 3 jaar bij Eibergen gehad. Ja. Met heel veel plezier en ook succes. Hoewel, ik weet nog wel toen, dat vergeet ik ook niet heel gewoon weer. Jullie werden een keer tweede en jullie pisten overal naast. Ja, klopt. Kun je ja. dat nog herinneren? Dat kan ik mij nog heel goed herinneren. Ja. Dat, ja, ik moet zeggen, wij hebben, het tweede jaar werden wij kampioen. Het derde jaar hadden wij een geweldig jaar. En toen kwamen wij net eigenlijk een puntje, misschien wel een doelpuntje tekort via de na-competitie. Dat we net inderdaad ook... De promotie meteen naar de tweede klasse toe weer. En dat was wel een enorme dreun, want we waren zo goed bezig en van daaruit denk je van nou goed, als dit nog eens kon, dan was het helemaal fantastisch geweest. Maar nee, ik heb toen de eerste periode 3 fantastische jaren gehad met een geweldige groep. Die, ja, het is heel raar, maar die toen net degradeerde voordat ik kwam, weinig vertrouwen in het team zag. En, ja, onvoorstelbaar met dat soort voetballers die 4e klasse speelt toen. Dat was voor mij een raadsel. 2 keer was jij de redder in nood, hè? Want jij was bij de S toen, geloof ik. Klopt. Kampioen geworden. Promoveerd, ja. Daar waren jullie toen al overeengekomen te stoppen. Ja. Ja, dat heeft niet wat. En volgens mij was toen, denk ik, het jaar van Tony Berendsen, hè? Dat Peter Schulte tijdelijk op de box had. Klopt. Of hoe was het ook alweer? Ja, Peter Schulte heeft inderdaad het als interim een paar weken overgenomen. En door gezondheid wou hij ook niet verder, geloof ik. Zo was het. Nee, volgens mij had hij al een contract getekend met een andere club. Dat zou ook kunnen. Dacht ik, ja. En toen kwam ik weer op het laatste moment inderdaad in beeld. En dat was bij de SO op het laatste moment. Bij Eibergen de eerste periode op het laatste moment. En de tweede periode in Eibergen ook op het laatste moment. Omdat Schokkele Wenschede niet doorging. Ja, daar had jij getekend. En daar ging het op een dinsdagavond, geloof ik, en dingen zijn ze... Ah, nou, we hebben geen mensen meer bij de eerste. Jij hebt geen werk. Onverstelbaar, ja. Dat is gegaan. Ja. Dus even kijken, jij bent wel een kampioenmaker, hè? Want bij Vogido ben je volgens mij ook kampioen geworden, als ik me niet vergis. Ja, ik moet zeggen, toen dat ik bij Vogido begon als assistent trainer onder Sandro Pina, nou, dat is een bekende naam hier vanuit Eibergen wel, die is hier ook hoofdtrainer geweest in het verleden, ben ik assistent trainer begonnen. Even kijken hoe ik het vak leuk vond, na het voetballen. En dat ging eigenlijk, behoorlijk. Ik had er veel zin in en dat klikte met de jongens. En inderdaad, dat jaar met assistent-trainer werd ik kampioen met Sandro. En daarna ging ik naar de S. Dan ben ik in de tweede elftal ben ik begonnen, moet ik zeggen. De eerste 2 jaar. Even kijken hoe het ging als eigen trainer op, voor de eerste periode op eigen benen. En dat ging op zich hartstikke goed. En we zijn toen met de tweede elftal wel via een lucky gepromoveerd. Daarna mocht ik 3 jaar doorschuiven naar het eerste. En het tweede jaar ben ik ook gepromoveerd met het eerste. Ja. En inderdaad heb ik 5 jaar gezeten, daarna Eibergen 3 jaar en 2e jaar werd ik daar ook kampioen. Marklo werd ik gedegradeerd in 2 jaar. Een keer weer anders. Ja, een keer weer anders, maar ik moet zeggen, wel een hele mooie vereniging. Echt nog heel veel contact met mensen daar. Goed, we hadden gewoon de kwaliteiten niet en dat zeggen hun ook wel. Als 2e klas ook toen, geloof ik, hè? Ja, nee, derde klas. Derde klas was dat toen. En toen kwam Vogido en ben ik in het 2e jaar ook kampioen geworden. En ja, dus wat dat betreft prijsjes gelukkig wel. Dus eigenlijk, als we het zo kijken van de afgelopen 4 jaar, als de statistieken kloppen, dan moet je dit jaar nog even kampioen worden met Eiberg. Ja, we gaan er wel voor. En ondanks dat de dingen zijn voorgevallen, gaan we het gewoon goed afmaken. En ik moet zeggen, dat is mijn assistent Patrick Geers, mijn vriend. Wij zijn wat dat betreft ook 2 jongens die het willen goed afmaken en de prijzen willen pakken. Ik ga niet naar een club die zeg maar geen tweede of een jeugd heeft, geen ambitie heeft om daar maar even lekker een jaartje vol te maken. Nee, wij moeten ergens om spelen, want dat geeft ons juist voldoening. Het is heel uniek dat trainers worden teruggehaald. Gebeurt niet vaak. En als je het dan ziet gebeuren, dan is het vaak geen succes. Ja. Toeval wou eigenlijk dat jij en William in hetzelfde jaar werden teruggehaald. Jij bij Eibergen en William bij Neren. Jullie hadden een fantastische eerste periode daar gehad. Ja. Dus we nou wel even gedacht,
Als dat maar goed gaat. Nou, William heeft 2 jaar gedaan, komt toen naar Grol. Jij maakt vervolgens nog even 4 seizoenen vol. Ja. Dus kan wel. Het kan zeker. En wij hebben er ook alle vertrouwen in. Ik bedoel, als je kijkt nu naar de resultaten, hè, dat wij nu nog in de beker zitten. Wij doen met de competitie gewoon boven mee. We hebben in feite nog maar 1 verliespartij. Bij de Delden was dat. En 2 gelijke spelen, ja, dan doe je het gewoon op zich goed. En we hebben echt verjongd. Er zitten echt jonge voetballers bij, jonge talenten. Dus we zijn nu nog aan het doorstromen. Dus wat dat betreft zit nog voldoende rek in. En ik denk dat wij echt op het einde nog meer gaan doen op kampioenschap inderdaad. Toch, wat er ook wel vaker zegt, ja jongens, FC Eibergen, 1100 leren, 4e klas. Ja. Ja goed, dat zijn altijd van die punten. Hè, van mensen zeggen altijd 1100 leren, 1000 leren, een club moet bovenaan staan. Ja, hoe is hun aanpak? Hè? Nou, je ziet hè, ook bij een club als Eibergen gaat wel eens iets in de communicatie mis. Nou, hoe trekt dat door? Hoe nodig je de jeugd uit om prestatievoetbal te doen? Hoe wil je alles uit de leren halen om te zeggen van het is niet alleen hobby, maar we willen ook presteren? Hoe ga je daarmee om? Dus ja, je probeert daar ook jongens wel te triggeren. En tegenwoordig zijn de jongens daar misschien minder snel vatbaar voor. Hè? Ik heb daar ook best wel veel gesprekken over nu met nieuwe clubs waar ik in gesprek mee ben. Dan komt dit onderdeel ook op tafel. En dan zeggen ze wel van ja, de jongens willen zoveel. Hè? Ze willen naar de carnaval, ze willen vakanties, ze willen weekendjes weg. Ja, en daar moet je als trainer mee om kunnen gaan. En daar probeer je ook de goede jongens uit te pikken. Die denken van ja jongens, ik kan jou gebruiken in mijn plannetje om prestatie en ergens om meer te spelen. En dan moet je samen om de tafel om een plannetje goed te maken. Ja. Waar ik nou zo benieuwd naar ben, jij hebt 3 relatief rustige jaren gehad, de eerste 3 jaren bij FC Eibergen zondag. Ja. Toen is FC Eibergen zaterdag is geïntegreerd in FC Eibergen zondag. Jij had toen misschien nog wat doorgewild, maar toen zei ze nee, Arno, gaan we niet doen. We stoppen met beide trainers en we stellen een nieuwe trainer aan. Ja. Die er fris in komt. Nou, uiteindelijk was dat volgens mij niet een nieuwe trainer, als ik mij vergis. Het was een oude bekende, dacht ik, die ze terughaalde naar jou. Niks Schreur was dat toch? Die, ja. Die jou opvolgde. Ja, dat veel mensen toen even de wenkbrauwen hebben gefronsd en dachten, oké, is dat dan een kaliber trainer voor FC Eibergen? Dat bleek uiteindelijk niet. En daarna was het een komen en gaan van trainers, waarvan ik ook altijd heb gedacht, zijn dat nou wel trainers die FC Eibergen naar een hoger plan kan brengen? Ja, is ja. Dat, hoe komt dat? He, want ik ben maar heel simpel iemand aan de zijlijn. Ik zie veel, maar ik heb soms wel eens het idee, dat gaat niet weg. He, dus, ja. Komt dat, vinden de technische commissies binnen de club zichzelf heel belangrijk? Of zijn er soms mensen die er dan geen kijk op hebben? Of hoe gaat dat nou? Want eigenlijk had je kunnen zien dat toen jij wegging, zijn het gewoon hele lastige jaren geweest. Ja, ik denk dat het wel een heel moeilijk punt is. Kijk, ik zit natuurlijk niet bij dat soort gesprekken. Wat mij wel opvalt, is op dat moment dat een club een trainer aanstelt, dan weet je wel hoe een persoon in elkaar zit. En als je weet hoe de DNA van een club is, Eibergen, vriendschappelijk onder elkaar, veel vrijwilligers, proberen toch als vrijwilliger het sportpark bij te houden, onderhouden, alles voor elkaar over hebben, ook met de verkoop opbrengsten, voor een extra opbrengst te doen, met satéacties en noem maar op. Nou, als een trainer daar mee wil, dan denk ik dat je al een stuk verder bent. Hoe staat zo'n trainer erin? Is die loyaal? Gaat die met de jongens om? Is die niet meteen naar de wedstrijd weg? Nou, ik denk dat ze zich daar ook al hebben in vergist. En ze hebben trainers binnengehaald die, ja, klinkt misschien raar dat ik het zeg, veel arroganter zijn. Ik ben, doe maar normaal, ik sta tussen de jongens in, ik kan er ook boven staan. Maar ik ben ook een gezelligheidsmens. En ik hou ook van een biertje naar de tijd. En ik hou ook van een feestje. En dat moet je allemaal wel bij een club hebben als Eibergen. En ik denk zelf, hè, ik kijk even achter het schap naar Bernhard bij Nieren. Die erkent dat denk ik ook. Als je dat als trainer niet hebt, dan wordt het heel lastig. En om dan een groep te creëren en om dan een prestatie te leveren, daar sta je voor een enorme uitdaging. En dan wordt het wel heel zwaar. Jij hebt, na al die trainerswisselingen, heb jij FC Eibergen weer aangetroffen. Hoe trof jij de club, zeg maar, 3,5 jaar geleden aan? Ja, ik ben wel enorm geschrokken. Wij kwamen eraan en ik wist hoe ik het achter had gelaten. Hè, met heel veel jongens die wilden. Goede instelling, goede passie. Boven in de 3e klas. Boven in de 3e klas, ja. Bijna 2e klas inderdaad, nog een keer even zeggen. Maar gekheid. Als ik zie hoe ik daar kwam. We hadden net 13 man voor de selectie. Eerste elftal. Dat was het. Hè, daar moesten we mee doen. De rest was gestopt, weggelopen naar andere clubs. Proberen weer mensen te motiveren om bij de staf te horen. Vrijwilligers.
ja, ik kan het niet vaak genoeg noemen, maar een man als Wim Breul, de grensrechter, die zo belangrijk is voor een team, om dat weer te laten zien, ook aan de jongens. Hè, wat hij naast het voetbal en voor het voetbal doet, hè, de was, de tassen in de auto, slepen door het sportpark, zorgen dat de hesjes weer op tijd bij de warmers. Die mensen doen zoveel voor de club. Tussendoor een potje fluiten. Fluiten, ja, ja, grensrechter bij ons. Af en toe nog bij een tweede. Of af en toe inderdaad bij een lagere elftal. Kantinendienst, als het nodig is, zou hij het ook doen. Nou, en dat zijn wel de belangrijke mensen. En daarnaast heb je een Johan Schot gevonden als oud-voorzitter die nu leider was. Die heel, heel belangrijk is voor de club. Ja, sommige mensen zouden anders over denken. Nou, bij ons was hij op dat moment ja, de belangrijkste schakel. Omdat hij de club kende toen wij binnenkwamen. Ik kende de club, maar het was totaal veranderd. En van daaruit moest je weer helemaal opnieuw alles bouwen. Nou, een jaar later had je bijna een tweede elftal. Een jaar later kwamen de jongens weer een beetje terug van de Bomboys die weer contacten hebben gelegd. En toen ontstond er weer een groep en toen ontstonden er weer vrijwilligers. Toen ontstonden de supporters die langzaam weer een beetje kwamen kijken. Ja, en dat doe je niet alleen, maar dat doe je met z'n allen. Maar je moet wel het gevoel hebben van hoe ga ik bezig in deze club. En dat is bij Eibergen heel belangrijk en dat zijn bij meerdere clubs belangrijke dingen, maar dan moet je wel een geschikte kandidaat treffen. Nee, jij bent daar blijkbaar geweest, want jij hebt in die 3,5 jaar tijd, want je zit natuurlijk nog midden in dit laatste jaar, heb jij de boel wel weer aan de gang gekregen, jullie draaien weer bovenin mee, het lijkt allemaal weer goed te komen. Geef jij de club nou ook nog wat mee, dat je zegt van jongens let daar nou op dat ik niet over 10 jaar nog eens een keer weer kom dat ik weer puin moet ruimen? Of zeg je van nee dat doe ik nooit, ik regeer niet over mijn schaduw heen, dit was het, ik maak een seizoen netjes af en dan ben ik weg. Nou, ik moet wel heel zeggen, kijk, dit heeft natuurlijk met mij ook wel wat gedaan, hè, wat er nu is gebeurd. Kijk, de eerste periode ben je 3 jaar geweest en dan zeg je van jongens als de kans weer komt in de toekomst, dan zou ik zeker weer als trainer hier terugkomen. Nu heb je 4 seizoenen gehad. Nou, een derde keer lees je eigenlijk bijna nooit als een trainer terugkomt. Maar ik kan nu wel zeggen van, dat zou ik niet snel doen. Ja, niet omdat ik op mijn zieltje alleen ben getrapt, maar ik denk dat het op een gegeven moment niet gaat werken van mijn kant, maar ook niet van de club uit. Er zou zoveel dingen moeten veranderen. Prestatievoetbal vind ik belangrijk. Gezelligheid vind ik belangrijk. Maar ik kwam wel een stukje prestatievoetbal tekort. En kijk, Eibergen heeft een visie. Eibergen heeft een visie van elk elfte, elk team is gelijk. Prima uitgangspunt. Maar dan moet je niet een trainer binnenhalen dat je perspectief hebt en ambitie hebt om te promoveren. Want bij promoveren horen er afspraken bij van extra trainingen, is dat mogelijk? Ja of nee? Hoe is het met de afspraken met de kleding? Is alles goed geregeld? Komt alles op tijd? Verzorgen, fysiotherapeut, is dat? Fysiotherapeut moet ik in januari in de zomervakantie zelf achteraan. Ik ben bij Ferron terechtgekomen. Dat is gewoon zo lang achterhaald kindje geweest. Dat wij steeds Johan Schuring, 82 jaar, nog op de bank hadden zitten als verzorger. En door ook al een week 10 keer een afscheid genomen, ja, geloof ik. Hè? Maar die man is zo belangrijk geweest voor ons in de periode. En die vond het zo mooi om erbij te horen. Ja, dat soort mensen heb je dan nodig. En die gaan er alles voor doen. Op het moment wat ze kunnen doen, hè, op die leeftijd. Want het is super knap wat hij gedaan heeft en nog steeds. Maar dan zie je wel dat je te veel moet doen om binnen te halen om prestatie. En dat heb ik wel een klein beetje gemist. En het is niet nu om Eibergen een schop na te geven, want dit waren ook wel punten waar we ook hebben over gehad. Maar als je ziet in het begin van de competitie, 35 plus was er. Ja, wij trainen op kunstgras, maar wij moesten van het kunstgras af, omdat er 35 en de 45 plus avond was. Dus het eerste was minder belangrijk voor mij doen. Ja, als je presteert of wil presteren, dan kan dat niet in mijn ogen. En dat zijn wel dingen, ja, waar ik wel lastig meer gaat. Ja, je hoort het vaker, hè, dat randzaken minder goed geregeld worden binnen een club. Ja. Terwijl juist een trainer dat steeds belangrijker gaat. Ja, ja. Ja, randzaken, communicatie, hoe je wilt noemen. Hè. Communicatie is gauw wel wat iedereen roept natuurlijk. Hè, want communicatie is overal, als het nou op werk is of in het gezin. Of iedereen komt op een woordje communicatie snel uit. Maar ik vind wel, heel veel dingen had voorkomen kunnen worden. En ja, vooral met zo'n staf wat wij hadden, was dat allemaal mogelijk. Iedereen stond voor elkaar open en iedereen was eerlijk naar elkaar toe. Dus ja, er had zeker al meerdere stapjes gemaakt kunnen worden, denk ik, in mijn ogen. Maar uiteindelijk, ja, we hebben een hele mooie periode gehad en we maken nog een mooi half jaar ervan. En we gaan zeker het niet opgeven, want wij willen, ja, klinkt raar, lange neus trekken. Maar ja, wij willen wel ons gelijk halen van jongens. Ja, wij willen er nog voor gaan en wij maken het moois af. Laat je Eibergen achter als derde klasse? Ja, daar gaan we wel voor. Ja, gaan we überhaupt nog voetballen?
Want ja, het ligt weer stil. Ja, dat is helemaal een puntje van aandacht. Kijk, nu is het weer tot 14 januari, hè, geloof ik. Dus ja, ik vind het wel lastig om te zeggen. Ik denk niet dat het nog over is. Ik denk niet dat, dat de competitie helemaal voorbij is. Ik hoop dat de KNVB misschien anders kan plannen van dat er misschien de competities geknipt worden. En dat je toch nog een stukje promotieplannen hebt en een degradatie. Maar je kunt niet elke keer drie jaar of twee, drie jaar zeggen van jongens, eindstand is zo en we blijven nog een jaartje door voetballen. Ja, ik vind het wel lastig. Gaan we het allemaal zien. Hanno, ik vond het weer een eer dat je hier was. Dankjewel. Ik vond het altijd fijn dat je in al die jaren altijd bereid was om ons te worden staan. En de vorige keer toen je vertrok bij Eibergen, toen zei ik, we gaan je ooit nog terugzien in Werklaat. Toen had ik gelijk. En op een andere manier denk ik dat we je ooit weer terug gaan zien in Werklaat. Hm. Dan is het zeker in dit café. Goed. Dankjewel, Hanno.